heb hem af. Het refrein van Dennis Bier. Voor de spelers van het Nederlands elftal. Zodat ze gewoon die Polonaise kunnen lopen als ze winnen tijdens de EK. Let op, hè. Komt ie aan. Pittiger? Een stuk pittiger. Nou, ik ga hem weer laten testen. Bedankt, hè. Oké. Dag. 1 Dennis Bier, 2 Dennis Bier, 1, 2, 3, 4 Dennis Bier. 1 Dennis Bier, 2 nou. Dennis Bier, 1, 2, 3, 4 Dennis Bier. Hoe is het? Goed? Ja, ik heb hem weer bij me, hoor. Dennis Bier, ik zie het. Dennis Bier, ja, jongen. Ik ben er zo ongelooflijk druk mee. Kijk hier, wat dacht je hiervan? Ik heb papierglazen laten maken. Wat denk je ervan? Het fluitje. Het fluitje ziet er goed uit, hoor. Hoe vind je hem? 1, 2, 3, 4. Kijk, Dennis hier. Bier. Ja, ja, hier. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Dennis Bier. 1, 2, 3, 4. Dennis Bier. Dat klinkt heel leuk. Vind je hem leuk? Ik vind hem heel leuk. Dat is goed, hè? 1, 2, 3, 4. Dennis Bier. Grotere zijn er ook, hoor. Voor degene die in Engeland spelen. Ja, voor, dit is voor de big boys. Dit is voor de big boys, dit. Heb ik allemaal. En loop even met me mee. Ja, loop even met me mee. Kijk eventjes naar mijn vlag. Is die mooi of niet? Ik vind het een prachtige vlag. Nou jongen, en zo ben ik elke dag bezig. Om wat erbij. Om dat Nederlands elftal gewoon naar die titel te krijgen. Maar goed, voordat we verder gaan, kijk even hiernaar. Dit is Nederland-Portugal. Oh, dat was voor de kwalificatie. Oh, wat een goal zeg. Dat was een tijd geleden, hè? Oh, jong koppie. Ja. Kijk. In één keer. Kom. Ja, dat zie je ineens. Mooie goal zeg. Dit is 1991. Dat was heel belangrijk ook. Was voor de kwalificeren. Oh, dit is 1996. Dat is in Engeland. Even wegtikken, zei ik. Kijk. Geen paniek. Kijk. Daar stond hij hoor. Ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Oh, dat zijn... Oh, Bordeaux. Oh ja, ik ben bij jou in Bordeaux geweest. Jij bent nog bij mij in Bordeaux. Ja. Ja, dat was net zo'n beetje in de periode volgens mij. Dat je terugkwam in het Nederlands elftal. Ja, dat klopt. Ja, we gingen even een beetje wijn proeven. In een kasteel, buiten Bordeaux. In een wijnchateau was dat, ja. Ja. In Pessac, volgens mij. Ja. Oh, keurig. Even keuren. Nou. Goed gekeurd. Kijk. Nou, ja, daar zijn wel twee kenners aan het werk, hoor. Uitspuug. Ik dacht dat jij alweer een slok had genomen. Kijk maar. Kijk, jij neemt die slok en je slikt het door. Dus er was maar één kenner geloof ik. Nog een keer Bordeaux. Oh. Ja, staat te wachten. Staat te wachten. Ja, bal aan. Ja, boom. Boom, kijk. Kijk, een beetje. Oh, afgekeurd. Oh. Hoe kan dat nou? Oh. Het was een handgebaartje. Oh, dat zijn er. Hey. Dat is Barcelona nog. Wat doe je een trucje? En ik vang de bal op. 9 jaar geleden. Hup. En het hakje, hè? Met het hakje. Over het teentje laten rollen. Hakje over het teentje en dan huppen wij zo in de handen. Ja, dat deed je hartstikke goed. Hij stond er dat deed je hartstikke goed. Maar goed, nu komt daar een belangrijke moment. We waren hier voor het bier. Ik hoop dat u nu beter is. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Ja, het is weer een hele week aan gewerkt natuurlijk. Richard gaat het testen. Het is weer spannend. En? Niet slecht. Niet slecht! Niet slecht! Oh, dat vind ik leuk. De smaak is... Dat vind ik leuk. Vrij goed. Oh, nou, daar ben ik blij mee. Maar? Hè? Wat is het alcoholpercentage erin? Nou, gewoon 5. Gewoon 5? Gewoon normaal. Ja, ik vind hem te zwaar. Jij vindt hem te zwaar? Ik vind hem te zwaar. Ik denk dat je 3,4 moet gaan zitten. 3,4 voor Dennis Bier? 3,4. Nou, 3,4 voor Dennis Bier. Nou, kijk aan. Daar heb je het al. Ja. Zie je, het wijst zich altijd vanzelf in het leven. Zeg iedereen maar gedag. Tot ziens. Dag allemaal. Tot volgende week. 1 Dennis Bier. Dag. 2 Dennis Bier. 1